Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, ik sta al met mijn jas aan. Dat zien jullie helemaal goed. Maar in eerste instantie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterbroer. Het is vandaag vrijdag 17 mei en het is 10:46. Rebecca die komt straks, maar ze was vergeten mij wat mede te delen. En ik kwam er net zelf achter. Zij doet de kattenbak altijd. En de kattengrit is op. Ja. Moet ik wel even halen voordat ze komt. En er zijn nog eventjes een paar dingetjes. En ik ga even naar de deka. Dus ik ben ook weer snel terug. Want anders staat ook Rebecca weer voor de deur. En dat kan niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot strakjes maar weer. En geniet van het al hetgeen wat jullie doen gaan. Het is hier grijs. Triest. Maar niet koud. Maar in ieder geval. En er zit er hier eentje te mekkeren. Onze Eeuwin. Ja? Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb de boodschapjes weer in huis. Ik ga nu aan een bakje koffie en een broodje en de dieren gaan even verzorgen. Want ja, ik ben zo de deur uit gegaan. Ja, zonder wat. Maar ja, maakt niet uit. Dat ga ik nou lekker doen. Lekker genieten van een bakje koffie. En ik moet vlees bakken. Ik moet eten voorbereiden voor vanavond. Dus ja, ik heb nog heel wat te doen. En wat we eten? Nou ja, iets wat gebakken is. Ja, vlees. Ik ga gehakt rullen. Aardappeltjes bakken er doorheen en groenten, ja, zo'n net één pans gerecht, laat me zeggen. Komt allemaal goed en een normaal lapje vlees erbij, dus lekker, 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 lekker. Even lekker dubbel op. Moet een keer kunnen, vind ik, ja. Dat, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, Astrid die staat buiten te roken, dus ik denk, ik pak even de camera. Ja, we gaan zo meteen aanvallen. We gaan zo meteen lekker eten. Kan de alvieze binnen, hé, mooi. Ja, hè? Een potje dikkenpier. Ja, die wil ook aangehaald worden en aandacht hebben. Dat is vrij logisch, dacht ik zo. Maar in ieder geval, ik zal de boel zo meteen op gaan warmen. De soeppan met vlees opzetten. Dat gaat eerst even. En dan ga ik tafel dekken. En dan eten we straks lekker, lekker, lekker. Ik zal het jullie even laten zien. Maar het is nou dus wel koud, hè? Ja. Ga eens even naar de kant, man. Ga even naar de kant. Jo. Nou, ziet dat er lekker uit of niet? Vind ik wel. Goed, hè? Ja. En dan zit er in de kleine soepan zit vleesje. Dus ook helemaal lekker. Of niet dan? Ja, hè? Och, wist je toch? Och. Was je toch. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie middag. Doei, doei, tot later. Ja, lieve vrienden, Astrid is net de deur weer uit. We hebben heerlijk, overheerlijk zitten te eten. Het heeft ons best gesmaakt. Ik heb nog een klein klikje over. Nou, en dat kan ik morgen mooi opeten. Ja hoor, dat gaat allemaal. Toch? Vind ik van wel. Dus en dan hebben we morgen ook de vaatwasser misschien weer vol. Want die pan komt erbij. Ja, komt allemaal wel goed. Wat is er? Wat is er, man? Dan gaan we drinken. Je hebt schoon water. Goed zo. Maar voor het eten is het jullie tijd nog niet. Zelfs voor vrouwtje was het nog geen tijd. Maar ja, Astrid wil graag altijd vroeg. Heel vroeg eten. Het liefst om 4:30, 4:30. Later niet. Nou, dan is middag. Ja, maar oké. Zo is zij het gewend. En voor haar doe ik dat dan. En voor de rest, ja, ik moet vanavond weer wat zien te bikkelen. Dus, maar dat komt ook allemaal wel weer goed. Ja hoor. Gewoon een klein beetje, desnoods, ja, ik pak dan maar sowieso straks een koekje bij mijn koffie en later op de avond wat chips en ik heb wel weer genoeg. Hé, kerel? Ja. Frodo die staat bij me.
Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie eten. Ik zou zeggen smakelijk eten, want ja, het is half zes. Een hoop zitten er nu te eten. Dus ja, smakelijk eten en bon appetit. Ik zou zeggen, tot na die tijd. En veel kijkplezier met de televisie of wat dan ook. Ik ga sowieso goede tijden, slechte tijden kijken. En ik denk met mij vele meer. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, goedenavond. Ja, het eten is dus al lang al achter de kiezen, denk ik zomaar. Het is, weet ik veel hoe laat. Ik zal hem even neerzetten. Dan kan ik even kijken. 18:50 heb ik het. Dus ja, het loopt aan tegen 7 uur. En ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Het is vrijdagavond, dus geniet ervan. Degene die lekker te gaan stappen, geniet daar ook van. Maar drink niet al te veel, want dan word je weer dronken en dan krijg je weer bonje. Nee, doe dat maar niet. En ik zou zeggen, voor later lekker slapen. Gezond weer op natuurlijk. Morgen is het zaterdag en ik hoop een beetje op knap weer. Dat we weer eventjes naar de familie Zwaan toe kunnen gaan. Om te kijken hoe het met de kleintjes zijn. Hoe het daarmee gaat. Hoe het daarmee is gesteld. Ben ik toch ook wel nieuwsgierig naar. En ik denk jullie ook wel. En ik hoop dat ze nog allemaal leven. Want ja, met die ratten in de grachten. Ik moet er niet aan denken. Ik hoop dat ze er alle 7 nog zijn. Wat jullie. Nou, maar dat hoop ik morgen te kunnen doen. Samen met jullie. En dat merken we dan ook wel. En ik zou zeggen, tot dan. Doei doei.